Sportpark De Zwaaier. Kozakken Boys 10e in de tweede divisie tegen ADO. Dat het niet echt lekker doet in een divisie hoger. En Kozakken Boys begint sterk. Heeft hier een aardige mogelijkheid. Maar het schot, mag je zeggen, is een tikkie slapjes van Gweron Stout. Daar heeft Luc Koopmans geen problemen mee. Dan is het de beurt aan ADO op het winderige sportpark. Baldwin die daar in eerste instantie een beetje blijft hangen. En komt hier dan voor de voeten van Denzel Hall. En van dichtbij zou je zeggen, moet Broekhuizen toch scoren. Nadat Brian Jansen die bal wel kon keren, de doelman van Kozakken Boys. Ja, hij slaat zich voor zijn hoofd. Dat is wel een terecht gebaar, want dat had 0-1 moeten zijn. Werd het niet. Dan wordt het een beetje tegen elkaar aangeschoten. En wordt het moment nog wat tragicomischer. Als hier grensrechter Kutsukebier ondersteboven wordt gelopen. Na een duel waar ook Stout bij betrokken is. Je mag zeggen dat het een goede vliegende tackle is. Maar Rob Diepering kijkt even bij zijn assistent of hij verder kan. En die kan verder. En dus kan iedereen door. En na ruim een half uur spelen is nog altijd niet gescoord. Maar daar is Severina. Dat is toch wel een heel mooi doelpunt. Sander Severina. Die de bal daar om doelman Brian Jansen heen krult. Even goed gekapt, goed voor de linker gelegd. En dan staat Jansen zo ver voor het doel dat hij daar niet bij kan. Kozakken Boys met hier Van Zundert. En Van Zundert wordt aangetikt door Finn van Bremen. En Diepering staat daar dichtbij. En Van Bremen gaat dan ook nog even verhaal halen. Maar vindt geen gehoor. Maar Hutte, de man die tegen Vitesse nog een vrije trap van grote afstand erin schoot, weet van 11 meter niet dat hij wat lager had moeten mikken. Ja, misschien wist hij het wel. Maar grote kans voor Kozakken Boys dus voorbij. En ADO dan nog altijd op 1-0 voor. We zitten nu al een stukje in de tweede helft als Severina de deur lijkt het dicht te doen. In de 70ste minuut. Hij schuift die bal zeer beheerst binnen. En dat doet ADO toch niet onaardig. Op Sportpark De Zwaaier. Maar het is nog niet gedaan. Want hier is Ramstein. De ervaren nummer 5, Kai Ramstein, de aanvoerder ook, die daar helemaal vrij staat. De bal kan binnentikken. 32 jaar is hij inmiddels, Ramstein. En dan blijft Kozakken Boys het proberen, maar kan dat niet meer doen met 11 man. Want Daniel Da Silva Mendes, in de invalbeurt die hij had, verzamelt hij 1 en hier 2 gele kaarten. En moet er dus af. En dan blijft Kozakken Boys het wel proberen. Blijft ook risico's nemen. En diep in de extra tijd gooit ADO Den Haag de boel definitief in het slot via Joël Zwart. Die maakt er 1-3 van. Het is ook meteen het einde van de wedstrijd. ADO bekert dus voort. Succes voor Dick Advocaat en zijn mannen. Kozakken Boys ADO eindigt in 1-3.